De herdenking van 165 jaar Chinese vestiging in Suriname is vanmorgen gevierd met een kranslegging bij het Vriendschapspark aan de Jagannath Lachimonstraat. Het park is in 2003 opgericht ter herdenking van 150 jaar Chinese immigratie in Suriname. Minister Stefan Sang van Handel, Industrie en Toerisme, Afira Sandi, directeur cultuur, Li Kwan, ambassadeur van China in Suriname en een Chinese delegatie uit Nederland hebben onder meer een krans gelegd bij het monument. Theo Shang, voorzitter van de Nederlands-Chinese delegatie, geeft aan dat zij proberen bij elke grote viering in Suriname aanwezig te zijn. In Nederland en het buitenland wordt er namelijk niet zoveel aandacht besteed aan Chinese hoogtijdagen. Dit is eigenlijk de kans waar je ieder kan ontmoeten en dat je ook de feest kan meemaken. En dit is heel uniek omdat 165 jaar in Chinezen in Nederland en in Suriname is niet veel. Want in buitenland, dat is een van de weinige landen die de Chinezen die al hier, die dat moment al hier zijn. En we vinden namelijk dat met een delegatie van 14 personen en hebben we genoten van de gastvrijheid van dit land. En dus omdat ik ook de Surinaamse afkomst ben. En vind ik namelijk de nodig om in het buitenland, in Nederland, de Surinaamse te promoten. En natuurlijk moet ik iets gebruiken, je moet een plaatstok hebben. Maar dit is 165 jaar, is voor ons makkelijker de promoten aan de Chinezen. Want in Nederland wonen ook heel veel Chinezen, maar zoveel weten ze nog niet over Suriname. In de Nederlandse delegatie zijn er volgens Sang Chinezen wiens grootouders van Suriname afkomstig zijn. Als nazaten komen zij echter voor het eerst naar Suriname. HI-minister Sang zegt dat Surinamers een heel andere mentaliteit hebben wanneer het aankomt op het accepteren van andere bevolkingsgroepen. Die kwaliteit moeten wij als land behouden, benadrukt de minister. Ik denk dat dit deels ook ligt aan onze cultuur en de manier waarop wij zijn opgevoed, zegt Sang. Daarnaast, als we kijken naar de acceptatie van Haitianen, acceptatie van Chinezen, acceptatie van Brazilianen en al dat soort dingen. Elke nieuwe bevolkingsgroep die in een samenleving komt, heeft te maken met dat soort strubbelingen. Het gaat erom hoe gaan wij daarmee om, hoe wij hier ook zijn samengekomen, is het begin. Maar hoe wij met elkaar gaan samenleven, samenwerken, dat is waar wij naartoe willen gaan. En uiteindelijk moeten we beseffen dat de mensen die naar Suriname komen, er allemaal komen om allereerst hun eigen bestaan op te bouwen. Maar tegelijkertijd bouwen zij ook Suriname op. Met alle economische ontwikkelingen die ze met zich meenemen, alle cultuur en tradities die zij meenemen. Het verrijkt ons alleen maar. En ik denk dat wij dat moeten koesteren. Ik denk dat wij in Suriname op de hele goede weg zijn. En ik denk dat wij in ieder geval heel veel meer tolerantie naar elkaar toe moeten betrachten indien wij samen Suriname willen ontwikkelen. Steven Sang, minister van Handel, Industrie en Toerisme, vanmorgen na de kranslegging ter herdenking van 165 jaar Chinese vestiging in Suriname. Deze kranslegging vond plaats in het Vriendschapspark aan de Jagannath Lachimonstraat.